Het is morgen 1 april en dan ga ik 's middags een paar uurtjes penvissen. Ik heb 3 dagen gevoerd met een bruine boilie met squid smaak. Ik kies bewust voor een bruine boilie, een lekker donker kleurtje, om het de meerkoeten niet te makkelijk te maken. Vissen doe ik met een 12 mm wefter, zoals je hier ziet. Het is 2 uur 's middags en ik ben op de stek. Het slechte nieuws is dat het vandaag 1 april is. Het is ook nog eens een keer hartstikke zonnig met oostenwind. Het goede nieuws is dat het een nieuwe stek is op 300 meter van mijn huis. En dat ik een karper heb gezien. Ik heb hier 3 dagen gevoerd. De eerste dag losvoer, gecrushed boilies en mais. En daarna 2 dagen met boilies. Ik heb vanmiddag 3 uurtjes gevist en het was helemaal niks. Misschien komt het wel door het maaien vanochtend op deze plek. Ik heb een metertje uit de kant gevist en dat is natuurlijk niet best. Nou, als het lukt, sta ik morgenochtend vroeg op en dan probeer ik het nog een keer. Ik heb het van 7 tot 10 uur geprobeerd hier. Het was weer helemaal niks, ondanks 4 dagen voeren. Ik ga een andere stek zoeken. Het is zondagavond, 7:15. Ik ben in de polder. Ik ga op deze plek 2 avondjes voeren en dinsdagavond een uurtje of 3 vissen. Prachtig weer geweest met temperaturen rond de 20 graden en nu vandaag is het ineens 14 graden met een gemene oostenwind. En het wordt nog erger, want de komende 3 dagen daalt de temperatuur verder naar een graad of 8. Ja, dus dan moet het vandaag maar gebeuren. Nou, tot nu toe meteen succes. Leuk visje, echt poldermodel weer. Het is 7:08. En koud dat het is. Zou het nog wat worden met die kou?
Het is 18 april. En het lijkt erop dat het serieus lente aan het worden is, want het wordt 20 graden vandaag. Ik heb hier 3 dagen gevoerd en ik ga vanmiddag lekker 3 uurtjes in de zon zitten. Op deze mooie stek in de polder. Ik heb er zin in. Het is 1 uur 's middags als ik begin en de bende van 4 zit ook al klaar om te gaan vissen. Gelukkig vissen ze niet op karper. Gave schoonheid. Hier doe je het voor. Dat penvissen in de polder. Dit zijn de krenten, zou ik zeggen, uit de pap. De temperaturen zijn aan het stijgen en de vis reageert meteen. Eerst een losschieter en dan deze prachtige schubkarper. Mooie, zware, puntgave vis. Heerlijk. En super sport op de pen. Wist van geen opgeven. Oh, die heeft haast. Aanbeet in 2 uur tijd. Komt van deze knokster. Stur, want ze heeft al een beetje kuit bij zich. Dat betekent dat ze graag snel terug wil. En dat is precies wat ik ga doen. Haar terugzetten. Weer een machtig mooie vis uit de polder. Nooit gevangen, zeker weten. Dan is het 4 uur en dan stop ik ermee. Ik vis altijd maar korte sessies, dit keer ook. Maar ik kom hier wel terug over een paar dagen. Voor weer een korte sessie, waarschijnlijk 's avonds. Tot ziens!